welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een leuke kerstvideo. Daarom heb ik mijn kerstkattenoor dingetjes in. Ik gebruik die normaal gewoon om mijn haar naar achteren te houden. Maar ik vond het wel leuk om ze nou ook in te doen voor de intro. Ik zie er een beetje raar uit omdat ik mijn hele basis make-up al heb gedaan. Bronzer, highlighter, foundation, alles al behalve mijn ogen en mijn lippen. Dat omdat ik vandaag 3 kerstlooks ga laten zien. Ik heb een wat makkelijkere look. Ik heb een meer moeilijke normale look. En een wat heftigere moeilijke look. Dus het zijn 3 hele verschillende looks van makkelijk tot aan moeilijk. Dus ik heb denk ik voor iedereen wel iets leuks. Het gaat ook vandaag echt om de ooglooks. Vandaar dat ik mijn basis al heb gedaan. Qua basis ga ik niet afwisselen. Het zijn echt 3 verschillende ooglooks en lippen. Ik verander ook de lipkleur per look. Nou, ik heb zin om te beginnen met de video. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren als je verder gaat kijken. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, nou ga ik deze kattenoortjes wel gebruiken om mijn haar naar achteren te houden. Oké, ondanks dat de looks van verschillende soort niveaus zijn, zijn het wel allemaal echt kerstlook en feestelijke looks. Dus het is al een beetje glitterig en een beetje wat heftiger dan normaal. Ik hou van dat soort looks. Dat is ook waar ik gewoon het beste in ben. In de heftige looks ben ik gewoon het beste. En die maak ik ook het vaakste en die vind ik ook het leukst om te maken. We gaan nou beginnen met de eerste look. Deze is dus de makkelijkste van de 3. Het is de makkelijkste van de 3. Dat betekent niet dat het een heel makkelijk ooglookje is. Maar het is gewoon de makkelijkste van de 3. Dus vergeleken met de andere 2. Nou ja, dit wordt een beetje een groene smoky eye met een nude lip. Dus gewoon iets makkelijker en iets meer toegankelijk voor de meeste mensen. En dit is ook de look die denk ik het meest realistisch is om te dragen naar een kerstfeest. Of gewoon naar een gewone dag. Oké, ik ga voor deze look mijn Sigma Warm Neutrals Volume 2 paletje gebruiken. Deze heeft super mooie kleuren en ik ga vooral de donkere bruine met deze groene glanzende glitterende prachtige kleur gebruiken. Dit paletje is 40 of 45 euro, is niet het meest goedkope paletje. Ik heb daarom ook een alternatief mocht je niet zoveel willen betalen voor een paletje, maar toch wel deze look willen maken. En dat is de Revolution X Soap paletje. Dit omdat er in dit paletje ook zo'n kleur zit. En dan ook met bruin kun je ook goed de look maken die ik vandaag ga maken. Ik heb mijn ogen al geprimed, dus we kunnen gewoon gelijk beginnen. Ik begin eerst met de lichtste vanillekleur in het paletje. Deze is mat en deze heet Humble. Met een klein penseelkwastje ga ik die aanbrengen onder mijn wenkbrauwen om ze een beetje te liften. Dan ga ik gewoon gelijk beginnen met de kleur waar het vandaag om gaat. En dat is deze mooie glanzende gouden kleur. Deze heet Fool's Gold. Ik heb mijn kwast al nat gemaakt met MAC Fix Plus. En deze kleur breng ik aan over mijn hele ooglid. En ik breng het zo aan in gewoon echt zo'n soort van half rondje. Zo op mijn oog. En ik breng hem ook best wel hoog aan omdat ik dus hooded ogen heb. Breng ik hem aan boven dat velletje, zodat als ik dus zo kijk, je het gewoon nog kunt zien. Dan pak ik deze beetje kaki groene matte kleur. Die heet After Hours. En die ga ik dan op de rand van de groene kleur die ik al heb aangebracht indrukken. En een beetje inblenden. Ik maak van die hele kleine rondjes. Maar pas wel op dat je niet te ver naar buiten gaat met deze kleur. Hij moet echt gewoon precies op die rand blijven. En dan maak ik die kwast schoon. Ik heb zo'n sponsding waarmee ik hem schoonmaak. Die heb ik gewoon van de AliExpress. Maar als je niet zo lang wilt wachten, ze verkopen hem ook bij de Boozy Shop. En dan ga ik de randen van die groene matte kleur ook weer zo uitblenden. En ik ga gewoon doorblenden totdat ik het gewoon ja, genoeg geblend vind eigenlijk. En dan pak ik deze bruine matte kleur, die heet Henna. En daarvan pak ik echt maar een heel klein beetje. En daarmee ga ik ook weer over de rand van die laatste kleur om het nog beter uit te blenden. En dan pak ik weer die groene matte kleur After Hours. En daarmee ga ik er weer in. En zo ga ik gewoon steeds op en neer totdat alles mooi is uitgeblend. Dan pak ik weer een schone platte fluffy kwast en daarmee ga ik de randen gewoon uitblenden. Wat ik dan doe is weer deze glanzende groene kleur pakken, Fool's Gold. En met dat penseelkwastje ga ik die kleur ietsje hoger aanbrengen. Ik weet mensen, het zijn best wel veel stappen voor de makkelijkste look. Kijk, nou is het allemaal weer iets meer groen. Dat vind ik wel mooi. Dan even de fallout wegvegen. Oké, andere oog is ook gedaan. Nou pak ik weer deze donkere groene matte kleur. After Hours. En met een heel klein pincetkwastje ga ik dit nou ook aanbrengen op mijn onderste wimperrand. En wat ik dan ook ga doen is weer deze glittergroene kleur Fool's Gold pakken. En daarmee ga ik ook over de onderste wimperrand. Oké, ik moet zeggen dat deze look niet echt heel makkelijk is. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga het veranderen naar, ik maak vandaag gewoon 3 make-up looks. In plaats van makkelijk, moeilijk, moeilijker. En dan pak ik dit zwarte oogpotloodje van Sugar Cosmetics. Deze is super, super zwart. En die ga ik aanbrengen op mijn gehele waterlijn. Onderin en boven.
En dan weer met die donkere matte kleur After Hours ga ik het een beetje inblenden met het zwarte oogpotlood. Voor mascara gebruik ik deze groene Princess Mascara van Essence. Deze is echt super fijn. Die ga ik gewoon aanbrengen op mijn bovenste en onderste wimpers. We gaan ook zo meteen nep wimpers plakken. De wimpers die ik ga opplakken zijn van Queen Tarsi Jasmine. Dus die ga ik even opdoen, ben ik zo terug. Oké, nou, de wimpers zijn mega, mega lang. Ik echt, mensen, dit zijn echt de meest lange wimpers die ik heb. Als je deze wimpers koopt, ik adviseer je echt om dat alleen te doen als je echt veel oogoppervlak hebt. Met zo'n soort smoky eye vind ik het altijd mooi om hele dramatische lange wimpers te doen. Dus ja, vandaar deze mega wimpers. Nou, de lippen. Ik ga even deze gloss eraf halen. Ik ga een van mijn favoriete nude lip combo's gebruiken. Deze combo heb ik echt net ontdekt en ik ben al gelijk... om. Ik gebruik MAC lip potlood in Strip Down om mijn hele lip te omlijnen. Dan pak ik MAC Velvet Teddy en daarmee ga ik mijn hele lippen inkleuren. En dan pak ik MAC Lip Gloss in de kleur See Through en daarmee ga ik nog over mijn hele lippen. Nou mensen, dit was dan make-up look 1, de makkelijke make-up look. Dit is dus een groene smoky eye met mega wimpers en een nude lipje om het toch allemaal een beetje normaal te houden. Ik vind dit een hele leuke look. Het zal vast niet iedereen zijn ding zijn, omdat ja, smoky en zo donkere ogen is niet voor iedereen. Maar vooral als je groene of blauwe ogen hebt, als je deze look maakt, springen je ogen er echt helemaal uit. Super mooi. Als je echt heftig wilt gaan en het iets meer Christmas wilt maken, kun je ook rode lippen doen. Maar ja, dat vond ik toch een beetje too much. Oké, nou dan ga ik dit er nou afhalen. Het wordt echt een struggle om alleen mijn oogmake-up er te proberen af te halen zonder dat het te veel van de rest van de make-up eraf gaat. En dan kom ik weer zo terug voor make-up look 2. Die wordt iets meer Christmas-achtig. Nou, daar ben ik weer helemaal klaar voor look nummer 2. Ik heb ook andere oorbellen en een andere trui aangedaan om er toch elke keer wel weer een andere volledige look van te kunnen maken. Dus ik ben helemaal naar beneden gegaan om om te kleden. Dus geef me vooral een like voor deze video voor mijn effort. Oké, de look die ik nou ga maken, qua kleuren en zo is het best makkelijk. Ik gebruik niet heel veel make-up, maar de techniek is gewoon wat moeilijker. Want we gaan vandaag een cut crease maken, glitter. Dus het is qua techniek iets moeilijker. Ik ga mijn Anastasia Beverly Hills Soft Glam paletje gebruiken. Een van mijn favoriete paletjes. Kijk ook hoe die eruit ziet. Hij is echt vaak gebruikt. Ik vind deze echt geweldig. Dit is ook weer een heel duur paletje. €55. Dus ik wil ook een alternatief laten zien. En dat is deze van Revolution. Deze matte kleuren vind ik prachtig. Alleen de glitterkleuren vind ik iets minder in dit paletje. Maar ik ga voor de look van vandaag alleen maar de matte kleuren gebruiken. Dus die zijn in dit paletje ook echt prima. Ik heb by the way ook een heel betaalbare, makkelijke, snelle look gemaakt voor kerst. Die heb ik al gemaakt en ook al geplaatst op mijn kanaal. Ik zal even de link ook hierboven plaatsen als je die video wilt zien. En dat is oprecht een makkelijke ooglook. Deze drie looks zijn wat moeilijker, maar die is oprecht makkelijk en heel snel om te maken met allemaal betaalbare producten. Dan pak ik deze lichtste matte kleur in het paletje. Die heet Tempera. En ook die ga ik weer hier bij mijn wenkbrauwen doen. Weet je wat voor een gezeik het is om je oogmake-up eraf te moeten halen en om te proberen de rest van de make-up te laten zitten. Oh my god. Met deze matte oranje kleur, die heet Burnt Oil. En die pak ik met een fluffy kwast. En die ga ik heel hoog boven mijn arcadeboog aanbrengen. Echt super hoog. Echt gewoon bij de wenkbrauw. En ik breng hem ook best wel ver naar buiten. Want we gaan vandaag een volledige cut crease maken. Dus echt van binnen tot aan buiten helemaal. Dan pak ik deze rood-bruine kleur ernaast. Deze is ook gewoon mat en die heet Sienna. En ik gebruik nog steeds gewoon de kwast van net. En ook deze breng ik aan. Ook weer lekker hoog, maar niet zo hoog als die andere. Ik blijf nou een beetje onder die andere kleur, zodat je hem straks nog wel kunt zien. Wat ik dan altijd nog doe, is weer mijn kwast schoonmaken. En dan pak ik weer die oranje kleur Burnt Orange. En dan ga ik zo over de grens heel lichtjes om het uit te blenden. Echt, ik druk echt bijna niet. Ik ga er gewoon zo heel lichtjes overheen. En dan pak ik die kleur ernaast. Die heet Rustic. Is ook gewoon een bruine kleur. En met een iets kleinere fluffy kwast ga ik nou echt in mijn crease. Dus echt in dit gat. Om mijn crease een beetje meer te definen. En dit maakt het allemaal ook iets donkerder. Dat vind ik wel mooi. Kijk, dit maakt het gewoon net iets donkerder dan hier. Dit geeft toch net iets meer diepte. Dat vind ik altijd mooi. Dit hoef je niet te doen. Ik vind het gewoon, ja,
toch wel een extra stap die het nog mooier maakt. Nou, dat was het dan. Dan ben ik voor nu klaar met het paletje. Nou pak ik mijn Catrice Liquid Camouflage Concealer om de cut crease te maken. Wat belangrijk is, je kunt in principe elke concealer gebruiken voor een cut crease. Maar wat ik het fijnst vind is om een lichte concealer te gebruiken en eentje die goed dekt. Want als hij niet goed dekt en je gaat de cut crease maken over nou bijvoorbeeld bruin, dan gaat die bruine kleur er doorheen. En dat wil ik niet. Ik wil wel echt dat het gewoon nude wordt en het de bruine kleur helemaal weghaalt. Oké, nou de cut crease is gemaakt. Ik ga geen gekke kleur daar plaatsen. Dus ik pak weer gewoon deze lichte kleur Tempera. Tempera, weet ik veel. En met gewoon een platte kwast ga ik dit gewoon aanbrengen op de hele plek waar ik concealer heb gedaan. Oké, deze kant is beter gelukt dan die kant. Ach ja, live. Oké, nou in principe is dit vrij naturel. Geen gekke dingen, maar nou komt het gekke, we gaan een glitter eyeliner maken. Ja, we gaan een rode glitter eyeliner maken. We gaan het gewoon doen, because, ja, het is gewoon leuk om het een beetje heftiger te maken. Oké, wat ga ik eerst doen? Ik pak mijn Maybelline eyeliner pen. Hyper Precise All Day Eyeliner Pen. En ik ga gewoon een normale wing maken zoals ik altijd doe. Hè. Wordt wel lekker heftig, want met een volledige cut crease maak ik altijd heftige eyeliner looks. Nou, de wing is gemaakt. Dan pak ik mijn H&M glitterlijm en deze prachtige rode glitters. Echt, deze zijn zo mooi. Deze schreeuwen gewoon kerst. Dit is de kleur Ruby Red. En ik heb ze van amesparkle.com. Daar hebben ze de meest betaalbare, geweldige glitters en highlighters. Dit potje was volgens mij 5 euro of zo. Dus ik ga eerst de lijm aanbrengen over de hele wing en dan de glitters. Ik doe dit echt met een eyeliner kwastje om heel secuur te kunnen werken. En echt probeer echt, vooral als je de lijm aanbrengt, breng het echt alleen aan op de wing. Want als je een beetje uitschiet en je gaat de glitters aanbrengen, dan blijven die plakken terwijl ze daar niet horen. Echt, it's a mess, been there, done that. Let echt op dat je secuur werkt. Ik ga even wel mijn spiegel in beeld halen. Normaal is hij buiten beeld, maar ik moet echt een beetje up close kunnen werken. En ik wil het ook nog tegelijk laten zien, dus mijn spiegel komt even in beeld hoor. Oké, dan begin ik eerst met de lijm aan te brengen over de wing. Ik breng het aan van ongeveer het begin van mijn oog tot aan het midden, zodat het niet opdroogt. Als je gelijk alles aanbrengt, dan is het al opgedroogd voordat je aan het einde bent. Dan pak ik een beetje van die glitters, ook gewoon met dezelfde kwast. En dan ga ik ze gewoon zo indrukken. Mensen, het is echt makkelijker dan hoe het lijkt. Je moet het gewoon letterlijk erin drukken en that's it. En zorg ervoor dat je ook echt veel glitter aanbrengt, zodat je het zwarte echt niet meer kunt zien. Want het is niet mooi als je die er nog doorheen kunt zien. Kijk, en dan hebben we al een deel. Nou pak ik weer een beetje lijm. En dan breng ik die aan over de rest van de wing. En niet tot aan de punt, ongeveer tot hier. En ik wacht niet totdat de lijm opdroogt of wat dan ook. Ik breng gewoon gelijk de glitters aan. Nou, en dan blijft alleen nog de wing over. En dan pak ik weer een beetje lijm. En dan breng ik die aan hier bij de wing. Probeer hier echt extra secuur te zijn. Zo, de lijm is aangebracht. En dan nou de glitters. En wat ik ook echt doe, is het erin drukken. Niet wrijven of vegen, maar gewoon drukken. Meer niet. Nou, dan is de wing af. Aangezien het losse glitters zijn, zal het altijd een beetje op je gezicht vallen. Maar dat kun je er gewoon zo afhalen. Superleuk. Ik ga het andere oog ook doen. Ben ik zo terug. Oké, nou, ik heb mijn andere oog ook afgemaakt. En ik heb ook mascara gedaan. Gewoon Wedi van Essence. En ik heb ook wat wimps opgedaan. Dit zijn Lily Lashes in Miami. Ze zijn 35 euro. Super duur. Ik had dus in een video verteld dat ik ze van Lash Addict had gehad. Ik heb bij hun ook een kortingscode. Sarah10. En dan heb je een beetje korting. Dan zijn ze toch weer iets goedkoper. De korting was 1 maand geldig. Maar als deze video online komt, dan is die nog geldig. Ik ga even een bruin oogpotlood doen in mijn waterlijn. Dit is een potloodje van Kiko in de kleur 4. En dit is gewoon een normaal bruin potloodje. Dan pak ik deze matte bruine kleur Rustic. En die breng ik aan over mijn hele onderste wimperrand. Ik blijf best wel dicht bij de rand zitten. En ik begin eerst hier buiten. En dan breng ik het door naar binnen. Dus echt over mijn hele wimperrand weer. Dan pak ik weer mijn mascara voor mijn onderste wimpers. Oké, er is een beetje mascara hier gekomen. Maar ik laat het even opdrogen. En dan kan ik ze gewoon zo afkrassen. Nou, als je nou iets hebt van ik vind die glitters zo heftig genoeg. Pak dan een nude lipstick en hou je lippen gewoon nude. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga een rode lipstick opdoen om het een beetje meer kerstachtig te maken. Ik ga eerst mijn lippen omlijnen met de Kiko Creamy Color Lip Liner in de kleur 305. En dan pak ik mijn Morphe lipstick in de kleur, dit is
Oh, dit is de mega mat, super mat lipstick. En in de kleur Dominate. Dit is een hele mooie rode, blauwe ondertoon lipstick. Echt geweldig deze. Je kunt hem gewoon kopen op de Morphe website. Hun verzending is maar 8 euro. Is in principe best wel goedkoop. Oké, nou mensen, dit was dan het look nummer 2. Het is qua oogschaduw best wel basic. Maar zoals ik al zei, de techniek is gewoon wat moeilijker. Je moet een cut crease maken. Je moet een glitter eyeliner maken. In principe zijn best wel veel mensen bang om een glitter eyeliner te maken. Ik wil toch wel zeggen dat het echt makkelijker is dan je denkt als je gewoon een normale wing kunt maken. Als je dat al kunt, ben je echt al heel ver. Letterlijk het enige wat je hoeft te doen, je hebt het ook net gewoon gezien. Je hoeft letterlijk alleen maar die glitters erin te drukken en je hebt al gewoon een hele mooie glitter eyeliner. Oké, dan gaan we nou verder naar look nummer 3. En dat is ook de laatste look en de meest heftige. Nou gaan we echt uitpakken. Echt glitters, heftig, echt everything. Ik ga even dit eraf halen. En ik zit weer klaar voor look nummer 3. Ik heb nou rood aangedaan om het nog meer kerstachtig te maken, omdat dit toch wel echt de kerstlook is. We gaan voor heftig, we gaan voor rood. En ja, we gaan er gewoon iets van maken. Ik ben blij dat dit de laatste look is. Deze video kost zoveel tijd. Jullie hebben geen idee hoeveel tijd het kost. Oké, voor deze look ga ik het Juvia's Place, de Saharan paletje gebruiken. Super, super mooi paletje. Kijk deze kleur hoe mooi. Echt, I love it. Ook die rood, die ga ik vandaag zeker gebruiken. Super mooi paletje. Juvia's Place is te koop bij smukcosmetics.com. Is gewoon een Nederlandse website. Je kunt code Sarah gebruiken voor 10% korting. Ze hebben daar allemaal merken die je niet echt vaak ziet hier. Zoals Huda Beauty, Juvia's Place, Fenty Beauty hebben ze daar ook. Super handig. We gaan gewoon beginnen met dit paletje. Mijn ogen zijn ook alweer gewoon geprimed. Ik ga eerst beginnen met deze matte soort van donkere oranje kleur. Deze heet Jamila. En deze ga ik met een fluffy kwast in mijn hele arcadeboog doen. Ik wil niet gelijk ingaan met die rode kleur. Omdat die toch wel heftig is. Dan wordt het misschien iets te veel. Dan pak ik nou een iets kleinere blending kwast. Deze is ook een beetje plat fluffy. Even schoonmaken in het ding. Dit ding is zo handig, echt herkend. En dan pak ik die felle rode kleur. Die heet Sokoto. Ik denk dat je het zo uitspreekt. En die ga ik dan ook aanbrengen in mijn arcadeboog. Maar ik blijf een beetje onder die andere kleur. En ik ga echt niet te hoog. Want het is echt een hele felle kleur. En je wilt echt niet dat straks heel je oog rood is. Ik ga gewoon zo echt in die crease in mijn oog. En dan als het straks zo is geblend, dan ga ik het een beetje omhoog uitblenden met wat nog op mijn kwast zit. En wat ik dan doe, dan pak ik weer die fluffy kwast van in het begin. Ik heb er verder niks meer op gedaan. En dan ga ik weer zo heel lichtjes over die rand om het allemaal een beetje te diffusen. Om het een beetje meer uit te blenden. Dan ga ik weer mijn Catrice concealer gebruiken om een halve cut crease te maken. Oké, de halve cut crease is gemaakt. Nou ga ik in het paletje naar deze prachtige gele gouden kleur. Die heet Wodabe. Ik denk dat ik het zo uitspreek. Ik heb mijn kwast al nat gemaakt met MAC Fix Plus. En dit ga ik aanbrengen over mijn hele ooglid. Kijk hoe fel deze kleur is. Echt wowie. Dan pak ik weer die fel rode kleur Sokoto. En die breng ik aan in mijn buitenste ooghoek. Ik ga het er eerst indeppen. En dan met wat nog op de kwast zit ga ik het een beetje uitblenden met die gouden kleur. En ook een beetje over de cut crease heen om een beetje meer diepte te creëren. Dan pak ik een witte eyeliner. Deze is van NYX Cosmetics. En dan ga ik hiermee over de hele cut crease lijn om een witte lijn te creëren. Oké, het is niet echt heel perfect gedaan, maar dat is echt super moeilijk. Dus vooral geen stress. Nou pak ik mijn W7 Metal Flash Eyeliner. Dit is in de kleur Glam Bam. Deze is dus zilver en hiermee ga ik over die witte lijn heen. Nou dan pak ik weer die fel rode kleur Sokoto. En daarmee ga ik over mijn onderste wimperrand. En weer van binnen tot aan buiten. Dan pak ik deze beetje wit-blauwe ijzige kleur. Die heet Iman. En met een klein penseelkwastje ga ik die hier onder mijn wenkbrauw doen. Dit is een beetje een holographic-achtige witte kleur. En die kleur ga ik ook hier in mijn binnenste ooghoeken doen. Nou, dan ga ik weer gewoon deze mascara opdoen. En nep wimpers ben ik weer zo bij die terug. Oké, mijn wimpers zijn opgeplakt. Deze zijn van AliExpress. Ik heb hier mijn Essence Electric Vibes liner. In deze kleur. En deze ga ik in mijn waterlijn doen. Mijn god, mensen, mijn batterij is bijna leeg van mijn camera. Ik hoop echt dat hij het volhoudt. Ik ben echt al bezig vanaf 2 uur en het is nu 6 uur. Ik ben al gewoon 4 uur bezig met deze video. Dit duurt echt zo lang. Oh my god. Echt, ik vind echt dat ik voor deze moeite echt
5000 likes verdien. Dan een beetje mascara op mijn onderste wimpers. Nou, aangezien ik echt all out ga met deze make-up look, ga ik ook gewoon heftige lippen doen. Ik breng eerst mijn Ofra Liquid Lipstick aan in de kleur Atlantic City. Dit is gewoon een rode liquid matte lipstick. En dan ga ik deze Yves Saint Laurent soort van lipgloss aanbrengen in de kleur 411. En die ga ik hier overheen aanbrengen. Voor een iets meer glossy effect. En deze look is ook weer af. Nou mensen, dit was dan de derde, de laatste en de meest heftige look. Deze is het minst realistisch om te maken als je naar een feest gaat of whatever. Maar wel, maar voor alle mensen die gewoon full out willen gaan, full glam, helemaal kerst, helemaal heftig, is deze look best wel mooi. Je kunt hem ook gewoon iets minder maken. Je kunt hier ook gewoon inspiratie uit halen. Je hoeft niet alles altijd maar precies na te maken. Het is gewoon ook puur ter inspiratie. Nou, ik vond het super leuk om deze drie looks te maken. Het kostte me super veel tijd, maar ik vond het wel echt heel leuk. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de video. Vergeet me vooral niet een like te geven en te abonneren op mijn kanaal. En dan plaats ik hier nog twee video's die je ook kunt gaan kijken. En mijn hoofd om te kunnen abonneren mocht je dat nog niet hebben gedaan. Laat me vooral beneden in de comments weten wat je van de video vond. En dan hoop ik jullie weer allemaal te zien bij de volgende video. Doeg!